Ja, het is een heel mooi moment om erbij stil te staan. Dus ik heb Karel Boulez, dat is een waanzinnige pianist. Misschien wel een van de beste die we hebben. Ook vast begeleider van Toets Tielemans, maar iemand die echt alle kanten in de jazz op gaat. Ik heb hem gevraagd om mee te denken, om daar iets heel bijzonders van te maken. Dat worden drie fantastische bassisten en de drummer en hij en Toon Roos. Oké, en dat is op de eerste dag, op 1 juni is dat? Is het de tweede dag? Nee, 1 juni. 1 juni. Ja. En we gaan het 2 juni doen? 2 juni wordt de nieuwe band van Lilian Viera, de zangeres van Tsuko 103. Zij, Tsuko ligt even, Plot. Ze gaan nog wel weer door, maar pauze, zullen we maar zeggen. En zij heeft een nieuwe band? Ze heeft een nieuwe band, ja. 104? De naam is eigenlijk nog niet helemaal bekend. Het komt een beetje voort uit Samba Soul. Dat is iets, een programma wat ze wel doet, maar het gaat de wicked jazz-achtige kant uit. Dus elektronisch, heel modern. Lekker. Nog een beetje hortepiepknoren muziek, Pete? Dat wordt het niet. Maar het wordt gewoon lekkere muziek. Hartstikke leuk. Nou, daar gaan we natuurlijk van genieten.